Thank you.
wel bijzonder, dus World of Warcraft. Het is eigenlijk een game. Als ik zo rondkijk, zijn er niet zo heel veel mensen die de game spelen. Maar wereldwijd zijn er heel veel mensen toch een paar uur per dag weer bezig. En sommigen zelf die leven meer in deze fantasiewereld dan in de echte wereld. Vandaar dat er ook veel geld beschikbaar is voor het ontwikkelen van deze games. En de laatste tijd worden er eigenlijk de beste orkesten voor ingehuurd om de muziek daar onder te spelen. En vandaar dat die scores ook beschikbaar zijn voor symfonieorkest. Ik heb even bij dit orkest gecheckt wie dit spel speelt. Het zijn er niet zo heel veel. Dus dat betekent gelukkig dat ze de tijd hebben om op een instrument te spelen. Maar het is wel mooi, muziek. Dus je krijgt nou de muziek die hoort bij een computergame, The World of Warcraft.